Vanuit een zijscheiding heb ik de voorkant losgelaten tot aan het oor. Het overige haar gaat in een staart. Ik gebruik daarvoor twee schuifspeldjes en een elastiekje. Schuifspeldje erin, elastiekje erom en het schuifspeldje er weer in. Een klein plukje leg ik weg om daar straks de lusjes mee te maken. Aan de onderkant kam ik een klein beetje tegen. De bovenkant maak ik glad en hiervoor gebruik ik glansspray en haarlak. Op de helft van de staart gaat een elastiekje. Rol al het haar naar binnen toe. Zet hem vast met schuifspeldjes. Nu maak ik hem voorzichtig wat meer in vorm. Steeds een klein beetje. Kijk goed waar je het hebben wil. In de voorste pluk gaat glansspray en haarlak. Dan kam ik hem door met een grove kam en leg hem neer waar ik hem hebben wil. Zet hem vast met schuifspeldjes. Pak steeds een klein plukje haar, doe een glansspray op, maak er een lus in en zet hem vast met steekspeldjes. Plaats de lussen steeds naast elkaar.
Leg eerst de plukjes neer waar je ze hebben wil en zet ze tijdelijk vast met een steekspeldje. Pak voorzichtig alle punten bij elkaar en zet hem vast met een schuifspeldje. Met een paar sierstekertjes werk ik mijn speldjes weg. Als laatste gaan de stekertjes eruit. Bedankt voor het kijken en veel plezier ermee!